Hey, goedemorgen. Ik dacht, waarom zou ik ook vandaag niet nog een keer vloggen? Aangezien jullie het best wel leuk vinden en ik wil het dus gewoon vaker gaan doen in het weekend. En vandaag is tweede Pinksterdag, maandag, dus ik ben nog vrij. Dus ik dacht, ik ga vandaag ook gewoon vloggen. Wat er op de planning staat, is dat ik sowieso moet afwassen, stofzuigen en ja, nog wat dingetjes opruimen in huis. Voor de rest moet ik ook nog een video opnemen. Eén, misschien zelfs twee als het lukt. Maar het is best wel laat al. Het is wel kwart voor één. Dus ik ben bang dat dat niet meer helemaal gaat lukken eigenlijk. En wat ik ook nog wil doen is weer wat dingetjes voor de eihallen klaarleggen. Want aanstaande zaterdag sta ik samen met Janouk op de eihallen. Dan gaan we daar onze oude kleding verkopen. Of nou ja, oud. Soms is het amper gedragen, maar gewoon kleding die wij nu niet meer willen. En daar moet ik nog wat voorbereidingen voor doen. En ik moet ook boodschappen doen. En de winkel is volgens mij tot 6 open hier vandaag. Dus daar moet ik wel rekening mee houden dat ik niet vanavond boodschappen kan halen. Nou goed, jullie zien het allemaal wel weer. Ik zal jullie even laten zien wat ik vandaag draag. Ik heb deze mooie lila blouse top aan van de Primark. En dan een soort grijze gevlekte jeans van de Coolcat is die. Die zit echt super lekker. En eerst dacht ik, ja, misschien staat dat niet bij zo'n pastelkleurtje. Maar ik vind lila en grijs eigenlijk wel een leuke combi. Dus ik vind het ook wel weer wat hebben. Deze ketting is trouwens ook. Nee, die is van House of Lou ooit. En die is onwijs mooi. Lekker blingy. En ja, ik heb net mijn nagellak verwijderd en mijn eigen nagels zijn niet echt in een mooie staat. Dus ik ga ze nu in een mooi lila kleurtje lakken. Ik heb net een nieuw nagellakje opgedaan van Rita Ora voor Rimmel. En dit is de kleur Go Wilderness. Ik vind het echt een super mooi lila kleurtje. En ik ben ook heel tevreden tot nu toe over deze lakjes. Ik heb hier meerdere van. Maar kijk ook hoe goed mijn nagels nu matchen bij mijn blouseje. Dat is echt awesome. En ik heb net een budgetfavoriete video opgenomen. En deze hele make-up tas zit vol met producten. Want ik wilde gewoon zoveel mogelijk fijne producten met jullie delen. Hier staat ook nog het een en ander. Dus ja, ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En nu wordt het tijd om even te gaan stofzuigen. En ik denk dat ik ook even ga afwassen. Want dat kookt gewoon een stuk fijner vanavond. Want anders ligt het allemaal in de weg. En het moet toch gebeuren. Dus ik hoop niet dat ik dan gelijk mijn nagels weer verpest. Dat is altijd zo onhandig. Dat ik altijd vergeet dat er nog een afwas op me wacht. En dat ik dan net mijn nagels heb gelakt. Kan natuurlijk veel beter andersom. Tijd om af te wassen. En zoals altijd doe ik dat weer met Gossip Girl. Gossip Girl staat op de oven. En dan ga ik hier afwassen. Dus kan ik precies zien. Sopje gemaakt. Dus let's go. Yes, de afwas is gedaan. Ik heb echt super creatief gestapeld. Al zeg ik het zelf. Best wat rots. En de vloer is weer schoon. Gelijk even mijn schoenen uit. En nu ga ik nog eventjes mijn video editen. Voor een stukje in ieder geval. En zo meteen ga ik lekker koken. Want ik denk dat Marco wel beginavond weer terug is. En ik had even niet zin om zelf iets te bedenken. Dus we gaan voor deze kip jambalaya. Wereldgerecht. Doe ik niet zo heel vaak meer tegenwoordig. Maar ik had hier wel even zin in. Deze is met kip en chorizo. Echt zo leuk. Ik heb net allemaal de YouTube Gathering vlogs gezien. En ik vind het heel erg leuk om gewoon te zien hoe iedereen het heeft beleefd en zo. En ja, best wel veel meiden, andere YouTubers, ben ik daar wel tegengekomen. Maar omdat het zo groot was, heb ik veel mensen eigenlijk veel te kort gesproken. En dan had ik zoiets van, nou ja, die kom ik zo toch alweer tegen. Maar ben ik ze helemaal niet meer tegengekomen. En er zijn zelfs ook mensen die ik gewoon helemaal niet heb gezien de hele dag. Dus ja, dat is zo groot was het eigenlijk gewoon. Dus dat is wel jammer. Maar wel leuk om gewoon even te zien hoe iedereen het heeft ervaren. En ja, om het weer even een soort van te herbeleven. Zo, mijn stem schoot volgens mij helemaal omhoog. Maar goed, nu ga ik dus eindelijk eventjes die video bewerken. Want anders schiet het allemaal niet op. Het is eigenlijk nu al 5:30, maar ik heb geen idee hoe laat Marco terug is. Dus ik ga gewoon beginnen met koken als hij thuis komt, want het duurt sowieso niet zo lang allemaal. Lekker, het eten is klaar. Tenminste, ik hoop dat het lekker is, maar er zit heel veel in, dus moet haast wel. Het is dus gewoon zo'n wereldgerecht met kip, met chorizo, tomaat, champignons, paprika. En we hadden ook nog een groene paprika, dus er zitten twee paprika's in. En uien. En voor de rest is het gewoon rijst en een sausje die er dan al bij zit. En drie keer raden wat we straks gaan kijken. Nou, zeg het eens. Lost. Yes. Hey, je moet even die make-up foto laten zien. Ja, fuck dat. Dat vind ik echt grappig namelijk. Okay. Marco die kreeg van een collega echt iets heel grappigs doorgestuurd. Hij kreeg eerst de opmerking gestuurd van, oh, dus jij kan voortaan mijn make-up wel doen of zo. En dan dacht hij, hè, waar heb je het over? Want hij heeft de ballen verstand van make-up.
Dus ook al gebruik ik nog zoveel, hij weet echt niet wat het allemaal is. Dus toen stuurde ze een foto van een man met make-up en het lijkt gewoon een beetje op Marco. Dus dat is echt freaky. Nou, op de baard. Dus als je wil weten hoe Marco eruit ziet met make-up, ongeveer dit. Deze man heeft wel een iets vrouwelijkere kin dan jij. Kaak, of het komt gewoon door die glad geschoren baard. Maar echt, wow. Zo zou jij er dus uitzien met make-up. Nou, we hebben super lekker gegeten en nu hebben we echt ook nog een super lekker toetje. Dit is namelijk van die biscuit caramel, toch? Mm-hmm. Van die Vianetta. Zo'n boomstam is dat en die is zo lekker. Er zit biscuit tussen en een laagje karamel en echt te lekker gewoon. Hey allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren voor het laatst gevlogd, maar ik had de vlog niet afgesloten. En ik dacht, ik plak vandaag er gewoon ook nog achteraan. Ik heb een beetje last van mijn oog. Ik voel hem nu. Oh, oké, wacht. Want ik werk deze week woensdag, donderdag, vrijdag. Dus ik dacht, dat moet lukken. Jeetje man, mijn ogen kunnen echt geen fel licht handelen. Maar goed. Ik heb net een nieuwe video geüpload. Low budget make-up aanraders met een heleboel van mijn favoriete producten. Voor de rest, wat ik vandaag ga doen is, ik heb eventjes een planning gemaakt met dingen die ik moet doen. Ik moet voorbereidingen doen voor mijn lessen woensdag en donderdag sowieso. Want dan sta ik weer voor de groep. En ik moet huiswerk doen voor de stylingcursus. En dat is best wel veel deze keer. Ik moet een klein stukje schrijven over mijn eigen lichaamsvorm aan de hand van een paar vragen. En ik moet ook nog een A4'tje per lichaamsvorm. En er zijn 5 lichaamsvormen die zij hanteert. Eigenlijk ongeveer dezelfde die ik ook had in mijn video. Dus dat is mooi. En dan moet ik daar kledingstukken plakken die flatterend zijn bij die lichaamsvorm. En kleine tekstjes erbij. Nou ja, zeg maar zoiets. Maar dat zijn er dus wel 5. Dan een verslag van de mode in de jaren 50. En nog een stijlpaspoort voor Manon. Zij geeft de cursus en zij heeft zeg maar haar stijl een beetje omschreven en haar wensen. En dan moeten wij daar een soort van klein paspoortje van maken waar je dus makkelijk mee zou kunnen shoppen als je personal styling doet. Daar hebben we vorige keer uitleg over gehad. Ik wil hier in ieder geval vandaag een aantal dingen van doen. Ik moet nog een paar voorbereidingen doen voor zaterdag als ik naar de Eihallen ga. Ik sta daar samen met Janouk en moet hier nog een tafelkleed kopen en nog wat andere dingen. En ik moet gewoon nog eventjes kijken wat ik allemaal mee wil nemen, ook aan accessoires. En ik moet nog een artikel schrijven voor een samenwerking voor Mode Rood. En eigenlijk wil ik ook nog uitzoeken hoe het zit om een opleiding te doen om mijn onderwijsbevoegdheid te halen. En nadenken of ik dat wil, zeg maar. Ik ben nu orthopedagoog, maar daar is weinig werk in te vinden. En misschien wil ik dit doen. En ik wil vacatures opzoeken en misschien ook een reageren. Dus, het enige wat ik kan zeggen is, laten we maar snel beginnen. Daar ben ik weer. Ik heb niet zoveel gevlogd vandaag. Maar ik ben ook gewoon druk bezig geweest. Ik zal jullie even laten zien wat ik een beetje heb gedaan inmiddels. Want ik liet jullie net natuurlijk mijn to-do-list zien. Die er nooit zo fancy uitziet, maar dit werkt prima voor mij. Ik heb qua huiswerk voor de stylingcursus heb ik het verslagje over mijn lichaamsvorm af. En het modeverslag van de jaren 50. Ik heb ook voorbereiding gedaan voor mijn lessen voor morgen in ieder geval. Dus dat is het belangrijkste. Morgenmiddag kan ik dan weer verder voorbereiden voor donderdag. En even kijken. Ik heb wat eihallen voorbereidingen gedaan. A4 per lichaamsvorm, daar ben ik nog mee bezig voor die stylingcursus. Wat wel mooi is, is dat ik een tijdschrift vond waar die lichaamsvormen in stonden. Dus ik heb in ieder geval... Oh, dit is echt totaal niet slim natuurlijk, maar dat ik het op elkaar leg. Terwijl het nog droog. Maar ik heb in ieder geval de lichaamsvormen vast op een A4 geplakt. En ja, de bedoeling is dus dat je kledingstukken die daarbij flatterend staan en zo op het vel plakt. En eventueel ook nog wat kleine tekst erbij. Maar ik weet al wel een beetje hoe dat zit per lichaamsvorm. Dus op zich, als ik dat eenmaal vind, dan moet het goed komen. En ik ben ook begonnen aan het reageren op een vacature. En morgen ga ik na mijn werk, dan heb ik alleen de ochtend, omdat ik op de school werk, zeg maar. Dan ga ik naar mijn moeder toe. En dan wil ik die brief ook eventjes afmaken. En zij is heel erg goed met dat soort dingen, dus dan laat ik hem even aan haar lezen. En als ze denkt dat hij goed is, dan stuur ik hem gelijk op. En dan heb ik eigenlijk nog maar 1 klein opdrachtje staan voor die stylingcursus. Maar die is pas maandag. Dus dat moet wel lukken tussendoor. Dus op zich, ja, aardige planning. Ik heb zelfs ook nog een video opgenomen wat eigenlijk niet op de planning stond. Dus dat is mooi. En het is nu 7:15. En ik wil nu eigenlijk niet al te veel meer doen. Ik ga gewoon lekker ontspannen. Ontspannen avondje. Ik ga zo koffie drinken. Heb ik zin in. En even wat YouTube video's bijkijken. En ja, dan zie ik het allemaal wel weer. Ik ga de vlog nu afsluiten. Ik hoop dat jullie deze eerste soort van weekendvlog leuk vonden. Het was voor mij nog weekend nu. Laat even weten of je gewoon vaker dit soort vlogs zou willen zien. Of dat je er nu alweer klaar mee bent.
gewoon eerlijk zijn. In ieder geval wil ik wel dat jullie weten dat het niet een vermindering is van mijn gewone video's. Want die blijven ook gewoon minimaal 1, maar meestal toch wel 2-3 keer in de week zelfs komen. Dus zie de vlogs gewoon als extraatje. En ik weet dat sommigen het juist leuker vinden om vlogs te kijken. Dus, dan zie ik jullie snel weer. Doeg!